delight. Now I'm moving through the shadows. You woke me up tonight. I know that everything's in focus now. Hi, goedenavond. Wij zijn vanavond bij Delft on the Move bij Static Blue. Je spreekt mij Alpha. We gaan vanavond een mix luisteren. Daarna gaan we nog even een hele kleine podcast houden. En dat is het programma voor vanavond. Geniet van deze mix. En veel plezier. Look in my eyes and tell me that you want me no more. What is the price? What is the price? How much do you want? I'm too alive, I'm too alive to be out your world. Look in my eyes, tell me no more. I'm too alive, I'm too alive, I'm too alive. I'm too alive, yeah, alive, alive. I'm too alive, I'm skydiving, my heart's driving with full throttle. Took us from a glass half full to a full bottle. I feel alive again, I've ever felt. 100 miles whipping down the coast to my brother's house. Money on my mind, but I ain't never got a single doubt. Look in my eyes and you gon' see what every sin about. When it's rare, we used to barely eat, but now our dinner's out. Look in my eyes and tell me that you want me no more. What is the price? What is the price? How much do you want? I'm too alive, to be out your world. Look in my eyes, tell me no more. Look in my eyes and tell me that you want me no more. What is the price? What is the price? How much do you want? I'm too alive, to be out your world. Look in my eyes, tell me. I had a dream work, too alive and too alert. Break it down and build it up, bitch, we made it from the dirt. Bucking, ducking these obstacles, jumping to outer space. Calling all and I'm falling, I'm speeding, setting this pace. Yeah, anyone who takes, I'll meet my best. Anyone who gets in self-defense, plenty wanna talk but can't dispense. I'm cool and waiting in suspense. I'm too alive, too real and too right, yeah, I'd be damned if I'm dying tonight, I'm too alive, too real. Every minute.
eyes and tell me that you want me no more. What is the price? What is the price? How much do you want? I'm too alive, I'm too alive to be out your world. Look in my eyes, look in my eyes, tell me no more. Oh,
Shaking every single thing I own, prepping bones, set drone, light it up and pass it on. Got to reach another level, feeling busting hella strong. I'm a motherfucking bass, set drop along, bringing me raging and we bound to get drunk. Give me the stage, give me the moment, give me the motherfucking corner. Come on and I wanna pop another gone, I'm on at your next level.
Yeah.
We'll be right back.
Vietnam. Hey, she get ugly in the heat.
never tell them bring it on.
don't say goodbye. Let's get it. Yeah.
Yeah.
Worthy, can't no weapon hurt me. Y'all gon' have to curse me. Watch you with a thousand feet.
dominoes until they leave the rhyming off. The armor soak of blood, yeah, it's time to go. They go, we go. We bust down every door till we get that victory from enemies. The energy, they better be, can't finish me. And let's show that we stronger. If we die, then we die with honor. So let's live it today. And then turn the away. We shall not retreat till we get the glory. Never back down, they gon' hear the story. Oh, let them tell the story. Pass it down to generations, it's gon' keep our soul free. Never show mercy, ain't no soldier worthy. Can't no weapon hurt me, y'all gon' have to curse me. Marching with a thousand feet, all my soldiers serve me. Ain't no weapon when we step in, those treaties concern me. Champagne, feel it pouring in.
Nou, dit was de mix voor vanavond. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Wij gaan nu verder met de rest van het programma. Er zou eigenlijk nog een andere gozer bij mij komen. Die zou eigenlijk gaan freestylen op dit moment. Maar die heeft helaas afgebeld door bepaalde omstandigheden. Hij moest namelijk werken en kan helaas er op dit moment niet bij zijn. Hij zal de volgende keer erbij zijn, dus shout-out naar jou, bro. Je zal er sowieso de volgende keer op gaan spitten. Gaan we het zeker doen. Ik ben hier alsnog met een vriend van mij, Leon. Die is vanavond ook even meegenomen. Die komt eigenlijk met je meekijken, met je meelachen. Dus dat is een beetje hoe het vanavond nog verder eruit komt te zien. Als jullie nog iets willen weten over de mix of wat downloaden of iets, laat even mij weten via SoundCloud. Kunnen we vinden op Alpha. Op Facebook kan je het vinden onder Alpha Step. Zoek dat even op, stuur me even een berichtje en dan kan ik eventjes daarop antwoorden. Dus hoe is het met jou vanavond eigenlijk? Ja, lekker man. Heerlijk. Ja? Ja. Weet je genoten ook van de mix? Ja, lekker man. Ja. Ja, zeker. Dus voor jou de eerste keer dat jij hier ook bij bent, hè? Ja, dat wel. Ja, is dat, bevalt het je of wat ja, denk je erbij? Is wel echt leuk. Is wel echt leuk hier zo. Ja, dat is goed om te horen in ieder geval. Ja, het is een beetje jammer dat Jess natuurlijk niet bij is. Die, ja, man. Wat vind je trouwens van hem, van zijn lines? Hij is wel hard. Hij is wel echt serieus hard. Hij is wel hard, hè? Ja, zover dingen met Jess is, hele goede vriend van ons. En hij probeert in de rapindustrie begint hij wat groter te worden. Hij is ook net begonnen, net zoals mij, heb ik hem eigenlijk leren kennen, een beetje door produceren en op werk. Zijn we eigenlijk een beetje gaan chillen en op die manier zijn we nu samen bezig met een nummer. We zijn nog niet klaar, er is een andere producer bij die met mij samen dat nummer zou maken. Jess ondertussen, op de achtergrond is hij al mijn lyrics aan het schrijven en ook aan het inspreken. We hebben al wat ervan klaar, dus het ziet er heel nice uit. Ik heb het helaas vanavond niet bij me. Maar sowieso bij de volgende stream gaan wij het nummer laten luisteren. En dan zal Jess ook wat meer vertellen over zichzelf. Verder. Ik heb nog wel wat leuke dingen gezien op het internet van laatst. Daar wil ik het nog eigenlijk over hebben. We hebben het een beetje als nu op invulling, omdat Jess er niet bij kan zijn. Ik had laatst gezien over Area 51, de hele grote meme dat iedereen erheen zal komen. Oh. Ja, wat... Weet jij wat er is gebeurd? Volgens mij niet zoveel, uiteindelijk, helaas. Nee, volgens mij zijn er maar iets van twee tentjes heen gekomen. Maar er stonden wel dingen over dat er één guy of zo... ze heen zijn gerend en echt was neergeschoten of zo, hoor ik gehoord. Dat was van heel lang geleden. Lang geleden? Ja, dat hadden ze teruggehaald. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat is jammer. Had wel grappig geweest. Nou ja, niet voor die guy in ieder geval, maar voor de meme. Ik had wel gezien, je kunt even zo even opzoeken wat daar nou is gebeurd. Want ik had wel iets gelezen dat er wel een paar tentjes heen waren voor een festival of zo. Nou, als jullie iets weten, kan je natuurlijk ook even reageren. Of ja, laat mij weten wat er is gebeurd. Ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Maar ja, dat terzijde, zeg maar. Er was ook dat de marine van Amerika had vrijgegeven dat ze wel UFO's hadden gezien. Dus ja, dat ik vind het een beetje een rare combinatie, zeg maar, dat... Dat het festival er is, zeg maar, die hele grote meme van dat ze Area 51 gingen bestormen. En met Naruto runs en weet ik veel niet wat voor maloten erheen gingen. En opeens dezelfde dag, of de dag daarvoor, geeft de US Marine eens uit van... Ja, we hebben nog beelden van UFO's van onze vliegtuigen en zo. En er zijn ook echt video's online. Je moet het even opzoeken. Het is echt crazy shit gewoon, zeg maar. Maar ja, in ieder geval, ik vind het een beetje jammer dat het niet helemaal is doorgaan. Ja, zeker. Ja. Echt zonde. Nou, wat heb jij verder eigenlijk nog gedaan vandaag? Niet veel bijzonders. Veel bijzonders? Nee, gewoon met jou een beetje gechilled. En lekker Mackie. Lekker Mackie. Oh, Mackie. Lekker Mackie. Verder niks. Verder niet zoveel? Nee, niks bijzonders, man. Oh, jammer. Jij? Nou, ik was natuurlijk ook met jou meegegaan, dus... Nee. Nou, in ieder geval lekker even erop uit geweest. Nou, verder toen... eigenlijk, deze mix heb ik ook... van de week heb ik hem helemaal in elkaar gezet. En we twee nummers zijn er eigenlijk doorheen gespeeld die onder andere van mij waren. Ik heb een mashup gegooid. Die was een mashup van Frankie Nuts. Zit een stukje van Phase 1 zit ertussen. Waarschijnlijk artiesten die jullie niet allemaal zullen kennen, maar die staan in ieder geval in deze mix erbij. De mixes die ik heb gemaakt bestaat heel veel uit EDM, dubstep, house, mashups van allemaal andere artiesten erbij. Twee nummers van mij in het beetje rond het midden erin gegooid. Die staan ook op mijn SoundCloud, kun je ook beluisteren daarop. Volg me in ieder geval op SoundCloud, onder Alpha sta ik, www.soundcloud.com. Nou, daar kun je wat meer nummers van mij checken. De mixes heb ik er onder andere niet op staan, maar ik ben op dit moment bezig met een website waarop alle mix, mashup
en muziek van mijn niveau komt te staan. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, nou, check dat. Is dat alphastep.nl. Website is nog onder constructie, dus het is niet helemaal nog ready en klaar. Maar het zal binnen nu en ik denk anderhalve maand klaar zijn. Nou, in ieder geval voor het volgende programma kon Jess natuurlijk ook spelen. Ik zal op dat moment zal ik ook even voor hem zijn social media even vragen. Dan kunnen jullie daar ook op alvast op dingen op bekijken. Willen jullie zelf ook wat inspreken of hebben jullie een nummer of willen jullie ook eens een keer gaan freestylen? Stuur gerust naar ons door, dan kunnen wij kijken of we iets mee kunnen doen. Of je een keer kunnen uitnodigen om hierheen te komen. Misschien heb jij wel het platform waar jij ook groot kan worden. Dus sowieso als je wat hebt, stuur het lekker door en dan kunnen wij er ook gewoon naar gaan kijken. Nou, verder in ieder geval voor vanavond. Vandaag ga ik nog één nummer afspelen. En dan is eigenlijk het programma voor vanavond is alweer afgelopen, jammer genoeg. Het nummer krijg je zo te horen. We gaan eerst nog heel even verder met een ander rubriekje waar ik nog even net mee kwam met Leon. En klinkt heel grappig, maar dingen die je wel tegen je kat kan zeggen, maar niet tegen vriendin. Oh. Heb jij een leuke? Als harig, man. Als harig, man. Oh, die is heel slecht. Je bent wel aangekomen eigenlijk, hè? Doe er nog één. Nog één? Gewoon een onderwerp. Ik moet een leuk verzinnen. Wat? Ik weet even niet. Ligt nou zelfs nog steeds op dezelfde houding? Jezus Christus. Oh, ik had net eigenlijk... Dit is echt zonde. Ik had net heel veel, maar ik kan nu niks verzinnen. Joh. Maar diegene van de voorjaar vond ik wel grappig. Ja. even denken, man. Ik moet het... Wel... Wat? Ik zit echt te denken. Ik kan ergens komen, eigenlijk. Een beetje breindood. Met je breindood? Ja, lange dag. Waarvan? Ben je moe? Nou? Een beetje. Een beetje? Hoe kan dat nou weer? Drukke dag. Drukke dag. Hoezo heb je een drukke dag? Je bent erbij geweest. Ja, we zijn alleen naar Scheveningen toe geweest. Het was warm, jongen. Vandaag. Schreef, het was warm. Echt super warm. Het was uit het niets opeens. Wat ik ook gek vind, zeg maar, is dat in de vakantie is het niet zo heel mooi weer geweest. En nu dat de vakantie eigenlijk is afgelopen, is het ineens prachtig weer. Echt zonde, hè? Ik vind het echt zonde. Echt zonde. Zeker voor de mensen die ook allemaal naar school moeten. Super sip, natuurlijk. Zo, inderdaad. Ik denk vandaag ook eigenlijk van, ja, kunnen we eigenlijk misschien even lekker een dagje strand, lekker relax. Maar heb je dus allemaal dingen te doen? Helaas. Ja, moet je ermee, hè? Nou, in ieder geval, wel een lekkere dag gehad. Ik vind het nu al eigenlijk nog steeds warm. En ik heb best een dikke trui eigenlijk aan. Niet heel slim is geweest van mij. Dus die ga ik daar ook even lekker even uitdoen. Nou, voor jullie in ieder geval nog. Ik heb een... even kijken hoor, ik heb op mijn SoundCloud binnenkort wat nieuwe nummers ga ik opgooien. En ik ga even kijken of ik binnenkort voor jullie ook een platform kan maken waarop jullie je nummers kunnen insturen via SoundCloud. Kan ik ze ook even gaan promoten, kijken of ik iets mee kan gaan doen. Daarop hou ik iedereen even op de hoogte, want dat heeft namelijk ook te maken met de website die ik erop bouw. Of ik daar kan kijken of ik daar wat mee kan doen, dat er een soort van SoundCloud-achtig iets komt, maar dan voor nieuwe artiesten. Die geïnteresseerd zijn om ook komen te draaien op Delft The Move. Achtergrond van het programma wil ik nog eigenlijk een beetje vertellen. Want mijn naam staat onder andere op de website, zeg maar, al aangegeven dat ik ook een producer ben. En eigenlijk een beetje de achtergrond van het programma is ook dat ik dit ben opgestart met Joey, is een technicus hier. En het programma is eigenlijk zo opgezet ook dat nieuwe artiesten hun stem kunnen krijgen op een muziekwereld, een platform kunnen krijgen. En we hebben al een heel aantal DJ's gehad, die hebben we ook in de vorige aflevering gehoord. En het is best nice om die mensen een platform te geven. En zeker het leuke van dit programma is, omdat er bij iedere DJ weer een hele andere stijl komt. Bijvoorbeeld bij mij komt heel veel EDM, bij anderen komt iemand weer house. Dus eigenlijk alle genres die er zijn, die komen terecht op Static Blue op Delft The Move. Vandaar denk ik dat het programma heel leuk en variabel is eigenlijk voor iedereen... Omdat er zoveel verschillende soorten muziek is dat je je nieuwe muziekgenres kan ontdekken. Ook artiesten die bijvoorbeeld alleen maar met rap bezig zijn, die muziek schrijven. Dat die met elkaar onder andere in aanraking kunnen komen. Dat maakt het programma denk ik
wat specialer, zeg maar, dan de andere programma's. En zo zijn we er een beetje opgekomen van, hè, wat kunnen wij nou maken wat nieuw is, voor, zowel voor de luisteraar ook leuk is, als voor degene die muziek wil gaan draaien of verder wil komen in de muziekindustrie. Dus ja, zo leer je in ieder geval wel weer nieuwe artiesten en genres kennen. Maakt het denk ik wel heel leuk, want jij hebt voor mij nu ook weer wat nieuws gehoord, van mij in ieder geval ook. Ja, zeker. Want waar luister jij meestal naar? Ja, meer toch hip-hop, man, denk ik. En dan welke artiest vind je dan nice? Alles. Ik vind iedereen prima. Echt, alles is leuk. Alles is leuk? Alles is leuk. Maar noem ze favoriet? Ik denk mijn favoriet is toch wel, weet je, gozer ook weer? Ik vind Yo Silvio en zo wel vet. Weet je, een Nederlandse hip-hop. Ja. Maar ik vind van Eminem, Eminem is alsnog een god. Altijd. Dus ik denk, ja, Eminem dan wel, man. Maar waarom zijn laatste nummers waren minder bevallen, ik gehoord, of? Ja, ik weet het niet. Ik vind zijn oude shit natuurlijk wel het hardst. Maar ik luister niet heel veel naar die nieuwe. Ik hou het al een tijdje niet meer echt bij, man. Nou, het was op een gegeven moment met XXXTentacion. Dat was ook een hype toen. Ja. Rip. Rip. Sad, man. Maar daar vind ik niks voor volgen, zo jammer. Ja. Yeah. Maar zeg maar, je luistert nu heel veel naar want je had vanmiddag namelijk ook een artiest die je heel veel naar zat te luisteren. Ares. Ares is, mensen slapen te veel op Ares. Oh, Ares is zo hard. Wat vind je zeg maar nice van zijn muziek? Hij praat over gewoon normale dingen. Weet je wel, het is niet alleen maar geld en meisjes en weet ik het allemaal. Hij praat gewoon over hoe hij zich voelt en hij rapt over alles. Het is gewoon heel chill om te luisteren. Ja, het is zeg maar gewoon heel real en... Ja, en... ja. Ja, ik heb zeg maar zelf ook een artiest die ik zeg maar ook, die ken je vast wel, Lil Dicky. Ja, echt. Lil Dicky. Ik vind dat ook heel geweldig, omdat het puur zo anders is, zeg maar. Het is niet, hoe noem je dat? Van iedere rapper van over geld, over bitches, wapens. Dus alles gewoon, weet je, een beetje tof te doen. Mm. En hij rapt gewoon rustig over. Ook van die chick leuk, maar ik weet niet. Ja, hij is echt leuk. Ja, dat... En ook voor de luisteraars, Lil Dicky moet je sowieso een keer opzoeken. Dat is gewoon een artiest met hele aparte stijl van rappen, hele aparte teksten. Die zullen je vast ook wel leuk vinden. Ik zal zeggen, ook zoek hem op. Ik ga nog eventjes één nummer draaien. Daarna gaan we hem afsluiten vanavond weer. Ik hoop in ieder geval hebben genoten van een beetje van de podcast nog. We hebben het een beetje nog moeten invullen door de uitval van Jazz. Nog shout-out naar Jazz. Ik vind het echt jammer dat je niet bent gekomen, bro. Dat had echt heel leuk geweest als je nog bij was. Nou, in ieder geval, geniet nog eventjes van dit volgende nummer. En dan zien we jullie zo meteen weer. Als je... 1 seconde. Picture frames all empty, filled up with shattered glass. I can't take them down, no. Reminders of the past. Take my mouth and hands tied, I act as I am fine. I'll wear a mask to hide this emptiness inside. I still love you, love you, love you. Let you go, you were my Romeo. Love me back, don't leave me here all on my own. I still need you, need you, need you here. Half of me, the only love I know. I need your heavy dose. One thing that can bring me back from this love. Stained in my mind, but here we are today, just strangers passing by. Moments flash and they move, memories that I can't hold.
Wil je even in ieder geval een fijne avond wensen. Bedankt voor het luisteren vanavond naar Static Blue. Je kan mij volgen op Facebook, op Alpha. Ook op Soundcloud kan je me ook volgen op Alpha. Als je nog vragen hebt, kun je me mailen naar info@alphastep.nl. En daar wil ik hem vanavond afsluiten. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. En geniet nog even van de laatste twee nummers die er aankomen. Lost again, I need you here to hold my hand. Stay with me, say that I was it.
ignoring you, so you're aware. I don't go around giving a thing. Have some respect, it's quite insulting. I don't wanna wake up with you in the morning. You tell me you're different, excuse me for snoring. You liar, liar. I ain't got no time for no games. Tell me what you like, but it's never gonna change. So you do what you wanna, wanna do. And I'm not going home with you. Your generation, black, white, Hispanic, Asian, Persian persuasion. This happens often, but ain't basic occasion. I turn that one on one to three, it's amazing. Then it hit the lotto like it's a motto. We with different models, with different problems and gifted bottles. We got 50 bottles and nails is polished. It's from Chicago. When we from the projects, projected to never see a dollar. New world, all the bad boys and the rude girls. It's a new world. New world.